Mike, achter ons werkt Juventus de laatste training af richting dinsdagavond. Wat is het laatste nieuws? Het nieuws is dat Chiellini er opnieuw niet bij is. Dat was al een beetje de verwachting. Is inmiddels ook bevestigd. Hij speelt niet. Ja, de meest ervaren kracht, enorme topverdediger, die is er niet bij. En dat is heel voordelig voor Ajax. Hij zal opnieuw vervangen worden door Rugani, die het in de Amsterdam Arena, de Johan Cruijff Arena, wel heel goed deed. Verwacht jij verder nog veranderingen in de opstelling van Juventus? Ja, Emre Can is weer fit. Duits international. De verwachting is dat hij op het middenveld de plek inneemt van Bentancur. Dat zou een verandering zijn. En over de spitspositie is nog onduidelijkheid. Italiaanse media denken dat Mandzukic mogelijk niet gaat spelen. En dat Moyes Kane of Douglas Costa zijn plaats zal innemen. Wat kan Ajax morgen in het stadion hiernaast verwachten qua publiek? Ja, een heet sfeertje, maar daar draait Ajax hand niet meer voor om. Ze hebben bij AEK Athene gespeeld, bij Benfica, bij Bayern München, Real Madrid. Dus daar zijn ze aan gewend. Als je heel veel wedstrijden in Europa speelt, dan word je steeds geroutineerder. En ja, nogmaals, dat is geen enkel probleem. Ajax zal zijn eigen spelletje moeten spelen. En dan weer proberen, net als Bernabeu, nu ook dit stadion stil te spelen.